Then your chest open so I can bleed your heart. I need to get inside or I will start a war. Welkom bij een nieuwe vlog en welkom in Lapland. Fins Lapland om precies te zijn. Vanmorgen aangekomen op Rovaniemi of Rovaniemi Airport. Ook wel de hoofdstad van Lapland genoemd en de woonplaats van Santa Claus. Ja, samen met mijn vriend verken ik deze week Lapland per huurauto. We gaan eens kijken wat hier allemaal te beleven is in de zomer. Nou, vandaag zijn we begonnen met een heerlijke lunch in het centrum van Rovaniemi. Daarna hebben we een museum bezocht waar heel veel te vinden was en te horen was over de geschiedenis, de natuur en de cultuur van zowel Lapland als de rest van het hele Noordpoolgebied, zeg maar. Want we zitten hier net boven de Poolcirkel, dus alles daarboven wordt eigenlijk de Arctic Circle, de Arctic Region genoemd. Super interessant. Wanna look at the pieces that make you who you are. I wanna build you up and pick you apart. We gaan een heel bijzondere inwoner van Lapland ontmoeten nu. Misschien ken je hem ook wel. Ik heb een kaartje voor mijn nichtje en voor mijn neefje en voor mijn moeder. Die krijgen ze dan met kerst. De elfen die zijn hier hard aan het werk om alles in te pakken. Het is bijna 10:30 s'avonds. En het is gewoon super licht. En we gaan in dit meer floten. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you inside out. Super charmant dit. Onze vlogheld hoor. Echt heel vet om in zo'n pak te floten. En uiteraard ook met deze midzomernachtzon. Wauw, jullie raden nooit hoe laat het is. Het is gewoon 11:45 s'avonds. En zo ziet het er nu uit. Het is 1:00 s'nachts en nog steeds licht. De zon gaat zelfs alweer opkomen zo. Dus wij gaan naar bed zo. Dus slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen. Het is 7:00 s'morgens. Het is nu alweer helemaal licht natuurlijk. Goedemorgen. We zijn inmiddels onderweg van Rovaniemi naar Vuokatti. 4,5 uur rijden, dus wel een tripje, maar wat is het hier prachtig onderweg. We zijn aangekomen in Vuokatti en we slapen weer in een leuk bungalowtje. Een blokkertje. Een open haard. Wat gaan we doen? We gaan lekker vissen vandaag. Woe! There was a fish. Ik heb hem eindelijk eentje gevangen. Het duurde ongeveer 2 uur, 1,5. Wauw, zo mooi hier. Nou, we zijn weer in ons huisje na een best wel lange dag met rijden en vissen. Maar ik heb echt genoten. Ik vond het echt een hele leuke ervaring om een keer te vissen. En natuurlijk ook omdat ik wat heb gevangen. En nou, we gaan nu heerlijk van de sauna genieten. Tot morgen weer. Goedemorgen. Het is vandaag 21 juni. En dat betekent midzomernacht vandaag. De langste dag van het jaar. En dat vieren ze hier in Finland en ook andere delen van Scandinavië met echt een heus feest. Dus vanavond gaan we het beleven. Het is ook echt een nationale feestdag, dus iedereen is ook vrij vandaag. Ik heb het nog nooit meegemaakt, dus ik ben heel erg benieuwd. Hier staat denk ik het hout al klaar voor het grote midzomernacht vuur. Daar ga ik tenminste van uit. We gaan zien of het echt zo is. Thank you.
zijn te laat. We zijn gewoon een uur te laat. Het is helemaal weg. Nou, we zijn nog even teruggekomen naar de plek. En het is eigenlijk nog veel mooier nu dan toen het vuurtje zou aangaan. Want het is nu echt bijna een sunset. Alleen gaat hij nooit echt onder, maar super mooi hier. Nou, tijd voor een ontbijtje. En dit is een typisch Fins broodje. Het is, hierin zit rijst. En ik heb gehoord op Instagram dat je het even moet opwarmen en dat je een eitje eroverheen moet doen. Dus dat hebben we maar gedaan. We hiken vandaag in de omgeving van Vuokatti. De Aino Leino, benoemd naar een Finse dichter. We zijn vandaag onderweg naar het volgende dorpje of stadje. Het heet Ruka en het ligt ten noorden van Vuokatti, waar we net zijn geweest, en een beetje naar het oosten, dus het ligt echt tegen de Russische grens aan. En het is een koud, denk ik. Wauw, kijk hoe vet. Een glass hut. Het regent zoals je ziet, maar ideaal weer om even naar de sauna te gaan. En het is niet zomaar een sauna, want we gaan daar yoga doen. Ik denk een soort van Bikram yoga, al is het 50 graden in plaats van 40. Maar het duurt maar een half uurtje, dus ik denk wel goed vol te houden. We gaan het zien. Ik weet niet eens of mijn camera dit wel aan kan, joh, die 50 graden. Even afkoelen. Bijzonder en rustgevend ook. En goed vol te houden. Het was een half uur, maar ik had echt nog langer gekund. Het is hier zo stil. Het is echt het einde van de wereld. Echt randje van Finland ook, want we zitten op de Russische grens. Dit plaatsje heet Ruka, Kuusamo. En luister even hoe stil het is. We gaan nu even bij het meer kijken, want volgens mij kun je gratis gebruik maken van kano's en subboarden. En vanmiddag gaan we raften. We zijn terug van het raften. Echt een heel leuke ervaring. We hadden allebei nog nooit geraft, dus we wisten niet zo heel goed wat we konden verwachten. Maar het was echt goed te doen. Niet te eng, maar ook wel lekker avontuurlijk. Dus we gaan nu weer lekker eten in het restaurant bij Isaka Village. Morgen gaan we alweer naar de laatste bestemming. Dat is een plaatsje aan de Russische grens. En daarna vliegen we alweer terug naar Amsterdam. Dus stay tuned voor de laatste avonturen. We zagen een moes oversteken, maar hij is super snel weggerend, dus helaas niet op camera. We zijn vlakbij de Russische grens en we hiken vandaag een route, 2 kilometer, met een prachtig uitzicht over een stukje van Lapland en een stukje van Rusland.
Kan jij dit? Ga je niet echt slaan? Tijd voor sauna. Het is nog geen 10 graden, maar we lopen lekker in bikini. Want we zijn in de sauna geweest en we hebben gezwommen in het meer en dat was ook nog geen eens 10 graden. Super koud, maar wel super vet. Ook veel leuke dingen gedaan, lekker outdoor. Dus ja, weer op naar Nederland. Snel meer op vrijemei.nl. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren als je het leuk vindt.